Medereizigers in tijden van hoop. Medereizigers kunnen we nodig hebben, zeker als we zelf niet weten hoe het verder gaat. En dan kunnen medereizigers een blik slaan in de toekomst, want zij laten iets zien hoe zij door hun eigen periode van beperking of pech of tegenslag zijn heengekomen. Medereizigers hebben een boodschap. De medereiziger van vandaag heet Neil Diamond. En Neil Diamond legt iets uit wat mij enorm geholpen heeft ook in mijn eigen leven. En dat is het woord genade. Ik weet niet wat jij denkt bij genade. Genade, dat kan misschien wel te groot lijken voor je. Genade lijkt als een heel groot cadeau, waarvan je denkt, ja, ja het klinkt wel mooi en uh, mensen hebben het er in de kerk over en er gaan heel veel liederen over. Maar wat is het nou eigenlijk? In deze weken voor Pasen gaat het natuurlijk over genade van God. Maar hoe ontvang je dat? Ik denk dat genade niet komt als één groot cadeau. En Neil Duimont heeft dat laten zien in een lied waarin hij iets beschrijft: dat genade niet een groot cadeau is dat je in één keer krijgt, maar dat genade ontvangen wordt in allerlei hele kleine cadeautjes. Cadeautjes die steeds weer opnieuw op een verrassende manier bij je komen. En het liedje dat hij erover heeft geschreven heet Pretty Amazing Grace. Als hij terugkijkt op zijn leven, nou, zijn leven is wat wij ervan weten een groot succesverhaal geworden. Maar zo begon het helemaal niet. Het begon met een jongen die een liedje had en hij raakte het maar niet kwijt bij producers en hij kreeg veel tegenslagen, was arm, en het duurde een behoorlijk lange tijd voordat uiteindelijk een producer iets zag zitten in zijn leven. Dat hij een zanger was, dat hij succes zou kunnen hebben. Maar ook toen was het hard werken om er doorheen te komen. En Neil Diamond schrijft een liedje waarin hij dan zegt hoe onzeker die was en hoe aarzelend en hoeveel pech. Maar nu kijkt hij terug in zijn leven en wat ziet hij dan? Genade. Steeds stukjes genade. En die kwam op een verrassende manier in zijn leven. Hij kijkt terug en denkt, oh ja, er waren momenten dat ik zelf helemaal van het pad af was. Dat ik eigenlijk toonde dat ik helemaal geen geloof meer had. Maar als ik terugkijk, dan denk ik, ik heb toch gezien dat God er was. Dat Hij mij zijn genade gaf als een klein cadeautje, waardoor ik die dag weer verder kon. Waardoor ik ook weer kon ademhalen. <coughs> Genade gaf, waardoor ik weer kon ademhalen. Waardoor ik weer leven kreeg. Waardoor ik een volgende stap kon zetten. Hij schrijft bijvoorbeeld een zin als: uh, U overwon mijn gebrek aan hoop en geloof. En u gaf me een waarheid om in te geloven. U leidde mij naar een plaats waar U me de genade toonde die ik zo nodig had. Er is nog een mooie zin in, die, in dat lied. Als ik in een spiegel kijk, dan zie ik uw liefde weer kaatsen. Als mijn leven een boek is, dan leeft u op elke bladzijde. Want als ik val, dan bent u er om me op te tillen. U deelt elke weg die ik opklim. Dit lied is mij dierbaar geworden, al heel lang in mijn leven. Dit lied heb ik met regelmaat nodig en ik herken mezelf er ook in. Voor mij werkt de genade namelijk op dezelfde manier, niet als één groot cadeau dat ik ooit in mijn jonge jaren ontving toen ik tot geloof kwam of toen ik tot bewust vorm van geloof kwam. Maar langzamerhand is er wel iets gaan groeien in mijn leven. En dat vind ik nogal verbazingwekkend. Ik was zelf nogal behoorlijk onzeker in mijn leven. En een hoge eigendunk had ik al helemaal niet. En toen kreeg ik niet zomaar in één keer een groot cadeau van zelfvertrouwen. En een groot gevoel van eigenwaarde. Een groot gevoel van eigenwaarde heb ik nog steeds niet. Maar wat ik wel heb ontdekt is, van stap tot stap heb ik die genade van God leren ontvangen. En die genade heeft mij gebracht langzaam maar zeker op de weg van onzekerheid naar zelfvertrouwen. Een zelfvertrouwen omdat ik weet dat ik door God geliefd ben. Omdat ik weet dat die genade er altijd is geweest. En omdat ik dat zeker mag weten vanuit een belofte uit de Bijbel, geeft me dat ook hoop. Voor morgen, omdat ik vertrouwen heb dat die genade, als een cadeautje, elke dag weer zal komen. Waarom bemoedigt me zo'n lied ook in deze tijd? Wel, we hebben allemaal te dealen met onzekerheden en de vaste patronen die zijn weggevallen. Je kan niet meer zomaar uitgaan van al de plannen die je had. Ook die moet je bijbuigen. En die onzekerheid kan je behoorlijk in de greep nemen. Maar vanuit de Bijbel leven we met een belofte. En de belofte is genade: Genade waar het met Pasen over gaat. De genade van Jezus, die heeft laten zien dat Hij ons niet alleen zal laten. En hopelijk ga je ook, dat iets, ga je ook daar iets van ontdekken, ook in de komende weken, dat je weten mag, die genade die krijg ook ik. Krijg jij. Als kleine cadeautjes. En het verrassende is dat God dat doet, wil doen in jouw leven. In mijn leven. Dat is nogal pretty amazing, is het niet? Pretty amazing. Pretty amazing. Pretty amazing.